Een echt Hollands landschap. Met koeien, weilanden, water. En weet je wat ook vaak opvalt? Die kerktorens die je overal bovenuit ziet steken. Ieder dorp heeft er wel één en ze zijn allemaal weer anders. Handig ook, want je kunt dan precies horen hoe laat het is en vanuit de verte al zien waar je naartoe moet. Ze zeggen dat die torens naar God wijzen. Sommige kerken zijn al een paar honderd jaar oud, zoals deze bijvoorbeeld. En ze worden nog steeds gebruikt. Dit is een katholieke kerk en dat betekent dus dat in deze kerk katholieke christenen komen. Maar er zijn ook andere kerken. Kijk, dit is een hervormde kerk. Daar heb je een gereformeerde. En er zijn er nog meer. Een remonstrantse, een lutherse, doopsgezinde kerk. Allemaal christelijke kerken. Maar waarom zo ingewikkeld? Vroeger was het makkelijk. Toen had je maar één kerk waar iedereen bij hoorde. De katholieken. Maar dat is verleden tijd. Voorbij. Door het werk van een Duitse monnik. Maarten Luther. 500 jaar geleden leeft Maarten Luther als monnik in een klooster. Er is geen luxe en monniken zijn niet getrouwd. Dat zijn de regels. Maar daar hielden ze zich graag aan. Want zo konden ze zich helemaal bezighouden met het woord van God, het lezen in de Bijbel en bidden. Veel bidden. Ook Luther deed daaraan mee. Uren zat hij in zijn cel, zo'n kleine kamer in het klooster. En hij bad tot Jezus Christus, die de Zoon van God genoemd wordt. Jezus leefde ook heel eenvoudig. Na zijn dood, zo'n 2000 jaar geleden, ontstond er rond zijn vele volgelingen een kerk. De christelijke kerk. En de leiding van die kerk was in handen van bisschoppen. De belangrijkste bisschop werd de baas van de kerk. Hij woonde in Rome. De paus. Christenen geloven dat ze na hun dood in de hemel komen. Om dat te bereiken moeten ze wel een goed leven leiden. Als je slecht leeft en zondig, dan kom je in de hel. Dat is een vreselijke plek waar je eeuwig zal branden. Maar gelukkig kon je daar iets aan doen. Biechten. En dat gebeurde hier in deze biechtstoel. Er zitten twee deuren in. Aan deze kant zat de priester. En aan de andere kant zat degene die zondig was geweest. Die iets had gedaan wat niet mocht volgens de Bijbel. Als de persoon echt spijt had en vertelde welke zonde hij had begaan, dan gaf de priester een opdracht, een soort taak, om het weer goed te maken. Zoals een paar keer per dag bidden of iets goeds doen voor arme mensen. Dan zou God je minder straffen voor je zonde en je zou bovendien meer kans maken om in de hemel te komen. Maarten Luther begint in het klooster steeds meer te twijfelen aan de regels van zijn kerk. Staan die wel zo in de Bijbel? Zijn twijfel wordt nog groter als hij op een keer naar Rome gaat. Monniken vrijen met vrouwen, terwijl ze beloofd hebben dat niet te doen. En er zijn allerlei heilige dingen te koop. Wat moet een gelovige daarmee? Voor veel geld kun je de botten van een of andere gestorven heilige bekijken. Wat een geldklopperij. De paus woont als een vorst in luxe paleizen. In Rome is geen eenvoudig christelijk leven meer te vinden. Luther gelooft zijn ogen niet en is zwaar teleurgesteld. De Bijbel bestuderen en bidden voor de mensen, dat zouden ze moeten doen. Als Luther uit Rome terugkomt, is hij boos. Waarom war in Zirkus? Eine stinkende Gosse. Es gibt alles zu kaufen. Lust, Erlösung. Terug in Duitsland ging Luther hier aan de Universiteit van Wittenberg werken, als professor. Hij gaf er godsdienstlessen aan studenten. Natuurlijk vertelde hij ze ook wat hij niet goed vond aan de kerk. En hoe je als gelovige volgens de Bijbel moest leven. War iemand van euch schon in Rom? Habt ihr einen Ablass gekauft? Nein. Ich schon. Intussen heeft de paus een prachtig ontwerp laten maken voor een nieuwe Sint-Pieterskerk met een enorme koepel. Het moet de mooiste en grootste kerk van Europa worden. Dat kost wat. En zoveel geld heeft hij niet. Nog niet.
Daarom bedacht de paus een actie. Hij maakte brieven waarin de gelovigen de straffen voor hun zonden konden afkopen. Aflaten heten die brieven. Zo'n aflaat kostte veel geld, maar dan had je als gelovig ook wat. Want met zo'n aflaat kon je veel makkelijker in de hemel komen. De paus stuurt de monnik Tetzel naar Duitsland om daar aflaatbrieven te verkopen. Hij overtuigt de mensen hoe belangrijk het is om een aflaat te kopen. We zijn toch allemaal zondige mensen? Zo'n aflaat heb je gewoon nodig. Lege einen Stein für St. Petri. Und du legst das Fundament für dein eigenes Seelenheil und Glück im Himmel. Wie? Hiermit. Mit diesem Ablass. Name Matthias Berle. De mensen kopen graag. Voor zichzelf of voor hun overleden ouders of grootouders. Het geld stroomt binnen. De paus kan tevreden zijn. Als Luther van de aflaten hoort, wordt hij vreselijk boos. Wat een bedriegerij. En dat nog wel van de paus zelf. Hij komt in actie. Op een groot vel papier schrijft hij alles wat hij niet goed vindt. Dan gaat hij naar de kerk en timmert het papier op de grote deur. Een lijst van wel 95 stellingen. En dat gebeurde op deze plek. De deur van toen die is er niet meer, maar alle stellingen van Luther die zijn hier wel in koper gegraveerd. Hij wilde graag dat ze allemaal werden gelezen, zodat de mensen erover gingen praten. Want op die manier zou de kerk veranderen. Het was best gevaarlijk wat Luther deed. Er waren eerder mensen geweest die kritiek hadden op de kerk en daar werd hard tegen opgetreden. Mensen die kritiek hadden werden ketters genoemd. En met die ketters liep het vaak slecht af. Dieses versoffene kleine deutsche Mönchlein. Als de paus hoort wat Luther vindt, wordt hij woest. Hij schrijft Luther een brief. Als hij zijn stellingen niet terugneemt, zal de paus Luther uit de kerk zetten. Maar Luther denkt er niet aan. Hij zal de paus niet gehoorzamen. Voor de ogen van zijn aanhangers gooit hij de brief van de paus in het vuur. Dat was hier. Deze eik herinnert er nog aan. De Luther-eik in Wittenberg. Steeds meer gelovigen steunen Luther. Ze komen in opstand. Duitsers vechten tegen elkaar om het geloof. En dan komt de keizer van Duitsland in actie. Alle mensen in zijn rijk zijn katholiek en dat moet zo blijven, vindt hij. In der Sprache des Pöbels echten zum Feind des Staates erklären. Maar er zijn koningen in zijn rijk die Luther steunen. Wat nu? De keizer houdt een grote vergadering in het stadje Worms. Een rijksdag. Alle koningen, graven en hertogen uit het keizerrijk worden uitgenodigd. Luther ook. Hij mag er uitleg komen geven. Met lood in de schoenen gaat hij op weg. Maar hij wordt door de burgers van Worms als een held binnengehaald. Zij zijn het met hem eens. Luther vertrouwde het niet. Hij dacht dat ze hem in de val wilden lokken. Hij was ervan overtuigd dat ze hem tijdens de vergadering zouden veroordelen. Maar de keizer beloofde hem dat hij na de vergadering als vrij man naar huis mocht. Ik verlang ruhe. Ruhe! Als de vergadering begint, is de spanning te snijden. Luther wordt ondervraagd. Martin Luther, seid ihr der Verfasser dieser Schriften?
Ja, der bin ich. Yes! Luther probeerde uit te leggen waar zijn boeken over gingen en hoe hij het bedoelde. Hij stond nog steeds achter alles wat hij geschreven had. Hij wilde er echt niets van terugnemen. Het was duidelijk. Luther was een ketter. Maar de keizer had beloofd dat hij als vrij man naar huis mocht. En dus moest hij hem wel laten gaan. Een van de hertogen vertrouwt de keizer niet. Hij is bang dat Luther toch zal worden opgepakt. Daarom liet hij Luther ontvoeren en hij bracht hem naar dit kasteel, de Wartburg. Hier zou hij veilig zijn. Luther woonde hier een half jaar, maar hij gebruikte die tijd goed. Want de Bijbel die kon je in die tijd alleen lezen in het Latijn en in het Grieks. Luther wilde dat veranderen. Hij vond dat ook gewone Duitsers de Bijbel moesten kunnen lezen. En daarom vertaalde hij het Nieuwe Testament in het Duits. Zo'n vertaling was heel veel werk. Hier in deze kamer zat Luther dag en nacht te studeren en te schrijven. En er is hier sinds die tijd nauwelijks iets veranderd. Terwijl Luther hier min of meer gevangen zat, werd er buiten het kasteel druk over hem gepraat. Steeds meer mensen vinden dat de kerk moet veranderen en zich moet hervormen. Ze worden volgelingen van Luther, protestanten. Keizer Karel treedt hard op. In zijn ogen zijn protestanten ketters. Ze worden zwaar gestraft. Maar toch blijven mensen doorgaan. Ze weten het zeker, de kerk moet hervormen. En als blijkt dat dat niet gebeurt, komen ze zelf bij elkaar, in aparte gebouwen, los van de kerk. Dat is het begin van de protestantse kerk. Sommige koningen en hertogen kiezen ook voor Luther. Zijn aanhangers worden in hun gebied niet vervolgd. Maar de meeste vorsten blijven katholiek. Zij laten de hervormden in hun gebied streng straffen. De hervorming van Luther verspreidt zich over het noorden van Duitsland. En daarna verder naar Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken. Maar het zuidelijk deel van West-Europa blijft katholiek. Europa wordt in tweeën gesplitst. Ook nu nog. De Rooms-Katholieke Kerk bestaat nog. En het hoofd van die kerk, de paus, woont nog steeds in Rome. En de grote Sint-Pieterskerk is er toch gekomen. Maar er zijn nu ook heel veel protestantse kerken. Gereformeerd, hervormd, doopsgezind. En dat heeft Luther nooit gewild. Hij wilde alleen de katholieke kerk hervormen, veranderen dus. Dat zijn kerk een betere kerk zou worden. Luther is hier in de slotkapel van Wittenberg begraven. Er zijn meer hervormers zoals hij geweest, maar Luther is toch zeker de belangrijkste. Als je meer wilt weten over Luther, kijk dan op www.schooltv.nl/histoclips.